Ik ben Maaike Scholten, projectleider hier op het werk namens Maurik Infra. En ik ben verantwoordelijk voor de uitvoering. Nou, mijn naam is Mark Vilhaber, ik ben omgevingsmanager bij het tunnelteam van Rijkswaterstaat. En dit is een van de werken die onder ons beheer plaatsvindt. Ja, het werk wat wij uiteindelijk doen in de kar, in de platform, is het voorzien van hittewinnende bekleding in de stempelbuizen. De stempelbuizen zijn eigenlijk stalen buizen tussen de betonwanden in. Die zorgen dat de betonwanden overeind blijven staan. Er zit een hitteweerende bekleding omheen en die voldoet niet meer aan die meest recente eisen. Wij halen de oude bekleding eraf, voorzien de stalen buizen van een nieuw verflaagje en daarna pakken we ze in hitteweerende doeken. En die hitteweerende doeken zijn uiteindelijk bestand tegen extreme branden, zoals vrachtwagenbranden. Hoe je het ook bent of verkeerd, werkzaamheden op of rond een tunnel, kom je altijd op plaatsen waar je normaal gesproken als mens of als weggebruiker nooit komt. De stempelbuizen van Benelux Tunnel is een beetje een apart project. Het project stempelbuizen is in die zin uniek, is dat de werkzaamheden boven de weg plaatsvinden waar het verkeer gewoon doorrijdt en de weggebruikers eigenlijk niet of nauwelijks iets merken van de werkzaamheden. Uiteindelijk hebben we in breed comité hebben we een variantstudie gedaan naar de uitvoeringsmogelijkheden. En daar zaten de gekste ideeën bij. Compleet uithijsen van de stempelbuizen en gewoon een nieuwe ertussen hangen. De tunnel een paar weken afsluiten. En zo ook de constructie die we nu uiteindelijk toepassen. Uiteindelijk is dit de beste keuze geweest als je kijkt naar een stukje veiligheid. Uitvoeringswijze, uitvoeringsmethode. Ik denk dat op dit moment de samenwerking goed is. En dat komt omdat we van beide kanten ons veilig genoeg voelen om dingen tegen elkaar uit te spreken en ook serieus te nemen van elkaar. Ja, die kun je van tevoren met elkaar doorspreken, maar uiteindelijk sta je toch met elkaar op het platform. En dan vind ik het heel fijn, wat Michael ook zegt, is dat uiteindelijk iedereen met een goed gevoel op het platform staat en zegt, nou, hier doe ik het voor. En wat ik eigenlijk het mooiste vind om te zien is dat uiteindelijk nu we buiten aan het werk zijn, valt alles op zijn plek. Vallen heel veel dingen ook mee. Juist ook wel door de goede voorbereiding. Maar loopt het nu gewoon? En dan zeg ik gewoon, en dat is niet gewoon. Dat heeft heel veel voorbereidingstijd gekost. Maar het feit dat het nu buiten loopt is wel heel prettig. Waarom staat er 70 km/u boven de weg? Wij willen graag is dat de veiligheid, maar ook het veiligheidsgevoel van de mensen die in het platform en op het platform werken, dat daar in ieder geval aandacht aan gegeven wordt. De locatie maakt het uniek, maar maakt het ook heel leuk.